Ik ben Sabrina en in deze video laat ik zien hoe je dit bakje kan maken. Ik heb hier zelf mijn make-up in opgeborgen, maar je kan ook pennen of wat dan ook erin opbergen. Ben je benieuwd hoe ik dit heb gemaakt? Kijk dan vooral verder. Wat heb je allemaal nodig? Je hebt een doos nodig. Je kan zelf bepalen hoe groot je die doos wil hebben. Ik heb voor een klein doosje gekozen. Je hebt wc-rolletjes nodig. Je hebt lijm, een potlood, een schaar en een liniaal nodig. En als laatst papier. Ik heb dit gewoon uitgeprint, maar misschien heb je zelf wel nog leuk papier in huis liggen. Ja, laten we maar gaan beginnen. Wat je eigenlijk doet, je kijkt hoeveel papier je nodig hebt. En dan zet je streepjes, je trekt lijntjes en dan knip je het uit en dan plak je het op. Gewoon heel simpel. Als je aan de zijkant te veel papier over hebt, kan je het omvouwen of je kan het eraf knippen. En dit doe je dan bij alle zijkanten. Mijn doosje is klaar, maar als je wil kan je hem natuurlijk verder versieren. En de binnenkant kan je ook versieren als je dat wil, maar ik laat het gewoon zo. Dan plak je de wc-rollen aan elkaar vast. Dit doe ik met alle slijm. Maar je kan het ook met tape plakken. Dat is veel steviger naar mijn mening. Maar je moet gewoon kijken wat je zelf het handigst vindt. En dan zet je de wc-rollen in het doosje. Ik heb voor 4 wc-rollen gekozen. Maar je kan natuurlijk ook veel meer doen of veel minder. Wat je zelf het leukst vindt. En dit was de video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En als je deze do-it-yourself ook gaat maken, laat het hieronder in de reacties achter. Want daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.